Hallo ah, iedereen, Pieter hier, oftewel Oma op een bakvis met vandaag, nieuwe commentary. Vandaag is dag 27 van mijn Augustus Marathon en vandaag heb ik weer een Black Ops 2 gameplay voor jullie. Het is een Sticks of Stones gameplay op de map Hijacked. En het is echt complete chaos, dat is eigenlijk de voornaamste reden dat ik deze gameplay heb uitgekozen. Degene die eerste staat verandert echt 20 keer van plek en er worden echt zoveel setbacks gedaan dit potje. Dat je zelfs op het moment dat je denkt van, nou die kerel heeft hem in zijn broekzak, dat kan nooit meer fout gaan. Dan verandert het nog. En niet eens één keer dat het dan nog verandert, dan verandert het nog drie keer. En dat is echt um, pure chaos, zoals ik al zei. Ik weet ook zeker dat jullie hem leuk gaan vinden. En ik hoop dat jullie um, ervan gaan genieten. Ik wil het vandaag niet met jullie over de gameplay gaan hebben. Ik wil het vandaag <laughs> met jullie gaan hebben over een, um, over een iets treuriger onderwerp, kan je wel zeggen. Ik wil het vandaag namelijk met jullie gaan hebben over school. Vandaag 27 augustus 2013 um, moest ik weer naar school. Redelijk balen was dat, want ik had echt uh, ik genoot van mijn vakantie, echt helemaal niks doen en dat, uh, dat was heerlijk, als ik het eerlijk over ben. En ik heb er ook, uh, ik heb met volle teugen genoten van mijn vakantie. Maar ja, je moet er altijd aan geloven. en je moet er altijd uh, aan alles leuke komt een einde en aan alle vakanties komt al zeker een einde. En ik hoop dat jullie dat ook beseffen. Mochten jullie nog geen vakantie hebben, dan, euh, dan. wil ik in eerste instantie. me even mijn verontschuldigingen aanbieden. dat ik jullie nog bij deze. eraan heb herinnerd. dat ook het, het noodlot. jullie weer euh, boven het hoofd hangt. In ieder geval, ik weet ook dat. een heleboel mensen al euh, naar school te zijn gegaan. En ik had. Euh, ik had vandaag weer een beetje mazzel, eerlijk gezegd. Ik had namelijk euh, niet echt les. Ik had een beetje een voorlichtingsdag. schoolfotograaf kwam. en we hebben echt. Euh, 20 of 30 euh, <laughs> ...uur naar mijn gevoel, want ik was laat of ik moest voor mijn gevoel heel vroeg opstaan, dus het duurde echt heel lang. Maar we moesten echt, voor mijn gevoel, heel lang naar, um, naar allemaal voorlichting luisteren... ...en over hoe het allemaal wel niet in elkaar zat dit jaar. Kortom, het is eindexamenjaar, dus er was wel redelijk wat veranderd voor ons... ...dus dat was op zich wel de moeite waard om naar te luisteren. Maar in ieder geval, het was wel saai en het was ook helemaal niet de bedoeling dat ik zo moe was... Mochten jullie nog vakantie hebben, alsjeblieft jongens, ik kan je aanraden. Ik begin alvast een beetje terug te bouwen naar een um, naar de vakantie wakker wordt schema. Ik, ik werd namelijk in de um, vakantie werd ik altijd om 12 uur, 1 uur wakker. En dan moest ik nu plotseling om 7 uur mijn wekker zetten. Dus ik moest echt met maar een stuk of 3 uur slaap, moest ik me uit bed rollen. Of um... ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer. Ik had gewoon geen fut meer in mijn lichaam, dus ik heb me gewoon uit bed laten vallen. En door de klap uh, werd ik iets wakkerder en kon ik gaan beginnen met... Uh... Met mijn ochtend te tanden poetsen en dat soort dingen en eten. En ik, uh, ik weet niet, misschien doen jullie dat nooit. Maar ja, het helpt wel als je echt gewoon niet je bed uit kan komen omdat het zo lekker warm is. Laat je er gewoon uitvallen en dan is het ineens bam, koude voer. Bam. Je stoot je hoofd en dan ben je ineens wakker. Op zich is het wel vervelend, maar ja, je komt er wel in één keer uit. En het is op zich wel uh, redelijk makkelijk om uit je bed te rollen. In ieder geval. Ik, euh, ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over hoe ik school en YouTube samen dit jaar ga aanpakken. Dat is nog het lastigste van dit jaar. Ik heb op zich wel vertrouwen in mijn eindexamen. Ik bedoel, het is nu 6 VWO wat ik doe. Ik doe natuurstroom. Ik heb eigenlijk nog nooit een onvoldoende gehaald op mijn OC. Of tenminste, nog nooit overgegaan met een onvoldoende. Dus in principe zou mijn CSE, mijn centraal schriftelijk eindexamen, zou ook wel moeten lukken. Maar ja. Je moet er wel voor leren. En daarvoor zal YouTube ook moeten boeten. Dit, uh, dit jaar. Ik zal in ieder geval proberen. Dit jaar iets stabieler te uploaden. In. Uh, ja, hoe kan ik dit het beste zeggen? Voor degenen die mij vorig jaar niet hadden gevolgd. Die nu. Uh, met deze augustus marathon zijn gesubscribed Of iets dergelijks. Die zullen het niet weten. Maar ja. Vorig jaar was ik. Heel erg sterk begonnen. Aan YouTube. Maar heel erg zwak aan mijn schooljaar. En op een gegeven moment heb ik dat even omgedraaid. Omdat ik wel over moest gaan. En dat heeft toen. Uh, Ten koste gegaan van mijn YouTube en al helemaal van mijn gametijd. Ik ga proberen dit jaar veel te uploaden. Ik ga zeker me aftellen tot Call of Duty Ghost serie doen. Die vind ik echt heel leuk om te doen om een beetje de laatste updates over dat spel te hebben en zo. En die ga ik ook, uh, die ga ik ook allemaal zeker geven. En ik hoop dat jullie dat ook leuk gaan vinden. Dat was, uh, ik denk nog wel, mijn meest succesvolle serie tot nu toe. Dat was toen niet, natuurlijk, logischerwijs, aftellen tot Call of Duty Ghost, maar dat was toen uh, vorig jaar aftellen tot Black Ops 2. In ieder geval, ik ga proberen dit jaar allemaal iets efficiënter in te doen. Dat ik uh, beter uh, gameplays ga halen in een minder korte. Of ja, in, in een kortere tijd. Niet minder kort, dat is een beetje dubbel op. Dubbel negatief. Maar um, ook voornamelijk dat ik alles een beetje beter ga plannen. Ik ga proberen wel. Nou, niet dagelijks, dat gaat een beetje veel. Ik had al een paar comments gezien van Pieter, kan je weer een september marathon doen? Maar dat gaat een beetje ver. Ik ga in ieder geval proberen wekelijks te blijven uploaden. En dan ook vooral het hele jaar door ben misschien de uitzondering van mijn eindexamen, uiteraard. Maar dat is maar twee weken lang. Dus dat is op zich nog wel te overleven voor jullie. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze gameplay leuk vonden. Ik hoop dat jullie deze commentary leuk vonden. Als dat zo is, of als een van beide het is, vergeet deze video niet te liken. Bedankt voor de likes, jongens. Echt fantastisch. En ik hoop dat we dat weer kunnen volhouden. Laat ook een comment achter met of jij al vakantie hebt. En zo ja, nog hoe lang nog. En als je, als je al school hebt. Vertel dan even hoe je school bevalt. Ik weet dat een hoop van mij nu brugklasser zijn. Of een hoop abonnees van mij, moet ik zeggen. Die zijn nu brugklasser. En ik ben best wel nieuwsgierig hoe dat jullie bevalt. In ieder geval, like je, comment je. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering van mijn Augustus Marathon. Later, gasten.